ben Thijs Kelder, grafisch kunstenaar. Mijn werk is heel kenmerkend door kleurgebruik, vaak zwart-wit. Ik haal mijn inspiratie vanaf de straat. Ja, mooie oude neon lettering en oude lichtbakken. Mijn tofste werk is wel van een paar maanden terug. Dat is aan de gevel van Worm, zijstraat van de Witte de Witstraat. Daar heb ik een heel groot werk gemaakt in de openbare ruimte. Van plexiglas en het gaat eigenlijk over de geschiedenis van de Witte de Witstraat. Ja, ik zou eigenlijk nog wel een heel groot beeld in het centrum van Rotterdam willen maken. Ik heb zelf met die drippings toch wel dat ik gewoon inderdaad eigenlijk een broek heb die gewoon al zo oud is en zo vol met verf zit, dat ik daar eigenlijk de geschiedenis van al mijn projecten op kan zien. Dat maakt het wel heel erg interessant. Je ziet gewoon van, deze verfvlek is van 3 jaar geleden van dat project en deze verfvlek is van een half jaar geleden en toen heb ik zoiets tofs gemaakt. Dus het is eigenlijk een soort van bijna een soort van boek of geschiedenisboek.